In het water dat bekend staat als het Eindhovens Kanaal wordt op 26 augustus de Eindhovense editie gehouden van Swim to Fight Cancer. Voor Zwemstad Eindhoven wordt het dan de eerste keer dat er gezwommen wordt om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Nou, Eindhoven is natuurlijk, met alle respect voor alle collega's, toch de zwemstad van Nederland. Dus we kunnen niet ontbreken in het rijtje Swims to Fight Cancer. Bovendien, ja, we doen nooit genoeg om kanker te bestrijden. KNZB-man Paul van den Heuvel, die in Eindhoven de Swim to Fight organiseert, heeft de 19-jarige Rebecca Fairley gevraagd om als ambassadeur op te treden. Doordat haar vader overleed aan kanker, stopte Rebecca als getalenteerd zwemster met haar sport. Voor Swim to Fight gaat ze voor het eerst weer het water in. Ik doe het zeker voor hem, want ik weet zeker dat hij trots op mij zal zijn dat ik het toch weer ben gaan doen. En natuurlijk, omdat het toch alweer even geleden is, heb ik ook wel zin om een keer weer te gaan zwemmen. Voor dat zwemmen, het proefzwemmen, de kick-off van Swim to Fight Cancer, kreeg Rebecca onder meer steun van zwemcoach en oud-wereldkampioen Marcel Wouda. Nou, superleuk. Ik vind het een heel gaaf evenement. Ik vind het ook een heel goed evenement dat gehouden wordt. En trots dat het in ons eigen Eindhoven gehouden wordt. De waterkwaliteit is goed. Een statement dat mede wordt onderschreven door Carolien Smits van het waterschap De Dommel. Dus er moet geen blauwalg in zitten en geen bacteriën, zeg maar, waar mensen ziek van worden. Hou het water in de gaten al heel het jaar, zeg maar, om te kijken hoe de kwaliteit is. En de kwaliteit is echt super. Inschrijven voor de Eindhovense editie op 26 augustus kan via swimtofightcancer.nl. En er wordt gerekend op honderden deelnemers. We rekenen op zijn minst op een 200, maar we mikken toch wel op een 500. Wat in een bos kan, moet hier zeker kunnen.